Waarom niet eens een goede film meepieken, dacht Patrick van den Kieboom. En dus trekt hij naar Kinepolis Antwerpen voor The Hobbit. Maar dat draaide allemaal toch wat anders uit dan hij had gedacht. We waren die gaan zien in 48 frames per seconde, hè, dus de kwaliteitsversie 3D. Maar het was wel vervelend dat hij een keer ineens blokkeerde. Geen beeld meer, even haperende beelden, dat wordt allemaal zwart. En dan moet ze iemand gaan halen voor dat te corrigeren. In 10 minuten wordt de film hernomen, maar niet veel later hebben ze opnieuw prijs. Voor Patrick het signaal om in actie te schieten. Ik heb van de gelegenheid gebruik gemaakt om naar beneden te lopen en mij van vooraan in de zaal te zetten en een hand te kondigen. Ik zeg, excuseer mensen, mag ik heel even uw aandacht? In naam van Kinepolis wil ik graag de verontschuldigingen aanbieden voor het technisch mankement. Maar geen nood, u gaat zeker op het einde van de film een compensatieticket krijgen van Kinepolis. En iedereen applaudisseert natuurlijk, en die vonden we allemaal heel leuk. En dekt iemand van Kinepolis naar mij, die zegt van, meneer, wie bent u? U bent niet van Kinepolis, u mag dat niet doen, u hebt het recht niet. Patrick maakt de heren van Kinepolis duidelijk dat zij het nu maar verder moeten oplossen. En gaat zelf terug naar zijn zetel. Dan zie je heel even wat paniek, dan wat overleg. En dan hebben ze toch gezegd op het einde van, ja kijk, jullie krijgen allemaal, en heeft heel de zaal een gratis ticket gekregen als compensatie. Dus een sorry pas, dus ik vond dat wel tof. Dus was jij even de held van de zaal? Maar held, misschien wel een klein beetje, maar ik heb me geamuseerd in ieder geval. Hapert de film nog eens, u weet wat te doen. Zelf naar voren stappen en iedereen een gratis filmticket beloven.